Er is een groep leerlingen die komen van de Aris Hogeschool uit Almere. Die hebben er een soort van project van gemaakt om leuke dingen te doen op het eiland, maar vooral ook om bij ons te helpen. En jullie gaan ook naar Sinapa? Sinapa, Terra Barra en nog een aantal andere organisaties waar we mee samenwerken. Ja. Oké, dan ga ik even met u praten. Ja, jij weet van al die organisaties. Vertel ons toch een beetje over deze groep. Ja, dit is een groep studenten vanuit Eres in Nederland, MBO Almere. Wij komen hier met studenten vrijwilligerswerk doen, dat is voor een werkreis. En deze studenten zijn allemaal hartstikke enthousiast om binnen het groene domein wat extra ervaring op te doen. Waarom hebben jullie gekozen voor Kunuku Kakkelvers? Nou, er zit bij ons onder andere een dierverzorgingsopleiding. En zodoende sluit het natuurlijk heel mooi aan om hier te komen kijken. Jullie gaan ook naar een andere projecten. Welke zijn deze? Nou, Terra Barra onder andere, daar gaan we meehelpen. Maar ook met Sinapa. Mangrove Maniacs gaan ze een dag of twee dagen meehelpen. En we gaan allemaal groene projecten meedraaien. Ja, jullie zijn nu pas hier gekomen bij Kunuku Kakkelvers. Maar ja, veel honden en zo, hoe bevalt het? Ja, die studenten zijn gelijk allemaal hartstikke enthousiast. Die zien al die honden, beginnen gelijk te aaien en die vinden het fantastisch. Ja. Hoe vinden jullie dit eigenlijk? Ik vind het heel leuk, want we willen natuurlijk heel graag ons werk promoten. Op Bonaire natuurlijk, maar ook in Nederland. En nu komen ze als vrijwilliger even kijken, maar wie weet doen ze later een stage. Wie weet zijn ze zo enthousiast dat er een hondje geadopteerd wordt. Ik bedoel, we pakken natuurlijk iedere kans om ons en onze hondjes te promoten. Komen jullie weer met een andere groep misschien? Nou, we willen heel graag dit wel voortzetten. Dus we gaan ook kijken of we dit volgend jaar weer kunnen doen. Zodat we dat elk jaar kunnen herhalen. Het lijkt al superleuk. Ja, al de vrijwilligers werken, de studenten zijn zo enthousiast. En een leuke bijdrage te leveren hier op het eiland. Ja. De studenten, die zijn 23. Hoe worden ze verdeeld eigenlijk? Blijven al 23 hier bij Kunuku Kakkelvers? Nou, we hebben een heel leuk relatiesysteem opgezet, zodat ze alle organisaties leren kennen. Dus ze zijn een paar dagen hier en daarna gaan ze een paar dagen naar een andere organisatie. Ja, zodat ze ook alles echt meemaken en zien. Ja. Dus elke student krijgt een dag die hij hier bij Kunuku Kakkelvers moet komen? Ja, elke dag zijn hier een paar studenten van ons. Totaal hoeveel dagen? We werken hier 7 dagen.